Hoe eenzaam is het aan de top van de wetenschap? Zoals de meeste creatieve vakken zit er een groot deel eenzaamheid in. Omdat je aan iets werkt wat wereldwijd maar een paar mensen kunnen. Ze zien je passie, ze zien hoe je er je in kan verliezen. Maar je kan mensen er niet in meevoeren. Koen Verbraak in gesprek met wetenschappers. Kijken in de ziel. Vanavond op NPO 2.